zie je nog even en ik hoor je berichten. Ik ga je een kaartje halen. Ik ben weer hier. Hé, hey, met die namen direct op. Ja, prima. Hm. Hey, een Porsche. Een Porsche. Mijn naam is Aldemar. Ja. Mijn nombre es Aldemar. Mi nombre es Aldemar. Mijn nombre es Aldemar. Yes. Hey, Sandy, de Porsche is Sandy. Het is Sandy. Ja. Dit is een Bartjeld, jongen. Ja, maar wie is S. Peter? Wie is dat die? Peter, waar word ik? Ja, maar ik heb mooi mijn eigen auto halen, jongen. Maar dat hier van dakje. En die snel aan boord. Maar ja. Ik grote dikke motor erin, oh, ook ik heb. Ja. Maar wie is die S. Peter? Ja, ik zit me al te prakken, maar... Want wij maten die pincode. Maar wij hebben een bestuur, die meesten binnen die de S-Pieter herkennen. Wij matten erachter komen wie de S-Pieter is. Ja. Nou, kom op jongen, dat jij naar het warm. Ja jongen, kom jongen. Kom. Alle rekeningen, hoe mag ik dat nou betellen? De bakker, ene ko, een aanmaning. Als je net betellen, wordt de stroom afsluiten en staat de kerk in het zuster. Dat is het best. Als het kerk in het zuster stiert, dan ben ik mijn beken kwijt. Dan kan ik rouw heel dan in mijn vrienden nachts. Hoe maakt dat nou? Hinder. Caballo. 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 Ja, hinder. Die weet ik niet. En dit is ook alweer. Pinpas. Hoe heet het pinpas? Tarjeta de debito. Tarjeta. Tarjeta del bito. Maar Sint-Pieter? Ja, goeiedag Sint-Pieter. Ha je tarjeta del bito of hoe? Ja jongen, dat is mooi dat het een beetje Spaans is, maar dit is helemaal niet zo grappig, hier. Ja, met wie mijn grapje? Ik ben mijn pinpas echt kwijt. Ja, dat is vervelend. Ja, ik heb hier al je rekeningen lezen en die moet ik betellen. He, al je bedrijven, het grauw die hun geld hebben willen en ik nog één ko. En dat is zelfs een aanmaning. En dan komt het sjerke in het zuster en dan kunnen we grauw net vinden. Dan kan ik heel nacht eens komen. Oh, zie ik je wel even. Nou, als dat waar wordt, heel graag. Ja. Ja, dan bel ik je hoor, dat komt goed. Oké. Hoi, Sint-Pieter. Hoi. Maar weer een aliaat hebben ze. Wat je vreetje wie die S. Peter is. En dan hebben we dan Jere, weet je niet? Ja, Jere. Ja, zei je toch, Jere? Ja! Dan hak het al voor je. Nou, zit dan erop. Ah, goeie. Ja. Vraagje. Ken je jou S. Peter? S. Peter. S. Peter. Ja, vanzelf zo. Ja? Sint-Pieter. 21 februari. Cadeautjes, chocolade, piepen in. Jo, ken hem? Ja. Ga je ook een telefoonnummer? Nee. Weet je ook hoe wij ons die nummer komen kennen? Ja. Waar? Sint-Pieter? Nee, Sietske. Sietske? Ja, Sietske. Die was daar. Die? Ja. Oh, mooi. Bedankt. Hoi. Apart volk. Dit is het plan. Doe maar iets kunnen praten, dan pik je die telefoon om het telefoonnummer van Sint-Pieter te krijgen. Daar hoor. Sintje. Wat klinkt van je bang hier? Ken je toch Sint-Pieter? Wat ik Sint-Pieter ken? Ja, tuurlijk ken ik Sint-Pieter. Nou, vertel er meer over dan, want ik wil er los weten. Je ontvallen mij hier een beetje mooi. Je bedoelt sissen dat je ook Sint-Pieter net kennen? Nee. Och, nou. Sint-Pieter komt hier altijd in februari, scheren moest hij maat Aldemar. En dan krijg je allebei in grauw cadeautjes van hem. Nee, dat je nog nooit van Sint-Pieter jet hebben. Nee, dat heb ik nog nooit van je. Waar kom je ooit dan?
Ja, naar de Drouwwaai. Wij komen heel veel voort. Oh, heel veel voort. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, het is een prachtig feest. Een heel mooi verhaal, ja, maar bij Maarten verder. Ja. Die is mooi. Oh. Bedankt, ontzettend. Ja. Hoi. Ja. Kom. Mij Sint-Pieter? Ja, goeie, maar Klaas. Oh, stel je net die dagen naar mijn broeken. En waar, is die jou? Maar Johannes, ja, goeie Sint-Pieter. Ik ga een hoop al jou jet, maar ik wil graag jouw lievelingsgetal van Fjouwe Sievers even weten. Een lievelingsgetal van Fjouwe Sievers? Nou, dat heb ik helemaal net. Maar waarom willen jou dat weten? Nou, Samma. Sint-Pieter wil weten waarom wij dat weten willen. Ach, kom. Ja, Sint-Pieter. Vergeet dat geneuzel maar door die lievelingsnoemers. Wij hebben jouw pinpas, daar zit het. En wij moeten jouw pincode hebben, want oors is het net best. Dan komen er rare dingen. Ja, dankjewel.